De Maas- en Waalweg in Afferden is een gevaarlijke weg waar nog vaak ongelukken gebeuren. De gemeente heeft al een aantal aanpassingen gedaan om de verkeerssituatie veiliger te maken, maar dat helpt niet altijd. Daarom voert Mono vandaag actie langs deze route om mensen te herinneren om veilig de weg op te gaan. Op het BP-tankstation in Afferden was er in de vroege ochtend een sociaal bijtankenactie gaande. De actie is bedoeld om men te attenderen op het telefoongebruik achter het stuur. Daarbij kregen de bezoekers een gratis ontbijtje en een kleine uitleg over hun functie op de telefoon, waarbij je geen meldingen binnenkrijgt tijdens het rijden. We staan hier bij dit tankstation met de sociaal bijtekenactie, omdat helaas nog te veel mensen hun telefoon gebruiken in het verkeer. En onze boodschap is, hè, als je op een tankstation staat, dan ga je natuurlijk je tank van de auto vullen. Maar je kan een tankstation ook gebruiken om sociaal te bijtanken. Dus om even je telefoon te checken, je appjes te checken, social media te checken als je dat wil. En vervolgens weer heel bewust je telefoon weg te stoppen, zodat je daarna weer ongestoord de weg op gaat. Mono, die de actie organiseerde, wil mensen stimuleren om je aandacht op de weg te houden en dus niet afgeleid te raken van je mobiele telefoon. Daarbij gaven ze dus een gratis ontbijtje weg, zodat mensen op de vroege ochtend ook een lekker kleinigheidje kregen. De mensen die krijgen een beker met wat gratis koffie, thee of chocomel en ze krijgen een chocolaatje mee. Het gratis ontbijt is natuurlijk bedoeld om even een leuke positieve insteek te geven op de vroege morgen. We spreken mensen aan en vragen ze of ze de storenfunctie op hun telefoon al kennen. Heel veel mensen kennen die niet. Dat is een speciale functie die je kan instellen. Dat die automatisch op niet storen gaat op het moment dat jij gaat autorijden. We proberen mensen daartoe te verleiden om ze even gratis kopje koffie of thee aan te bieden. En zo met ons in gesprek te gaan vanochtend. Als ze niet weten hoe ze hun telefoon bijvoorbeeld op stil moeten zetten, kunnen wij dat ook uitleggen. En dan kunnen wij laten zien hoe je zulke soort dingen doet en waarom het bijvoorbeeld belangrijk is. Iedereen vindt ook ik vind ook dat mensen minder van hun telefoon gebruik moeten maken in het verkeer. En het is ook heel leuk om te merken dat heel veel mensen de niet-storen functie op hun telefoon nog helemaal niet kennen. Dus als we samen met hun even in de telefoon gaan kijken hoe die er precies uitziet en hoe dat precies werkt, dan zijn ze daar ook weer van op de hoogte. Het is dus erg belangrijk dat de telefoon op stil staat tijdens het rijden. Deze verantwoordelijkheid ligt dan ook bij de bestuurder zelf om verkeersongelukken te voorkomen. Tenzij de andere wetgeving komt, moet het toch al vooral van de mensen zelf komen die hun eigen gedrag aanpassen. En daarvoor zijn we bijvoorbeeld hier om te proberen dat duidelijk te maken. Het grootste gevaar is dat je afgeleid raakt van je autorijden. En daardoor ook met je auto rare dingen gaat doen, waardoor je ongelukken veroorzaakt. En de weg hierachter, de Maas- en Waalweg, is daar een goed voorbeeld van. Die zal het jezelf waarschijnlijk nooit vergeven als je iemand aanrijdt of levensgevaarlijk rondmaakt. Terwijl je het had kunnen voorkomen door gewoon even stil te gaan staan bij een tankstation.